sommige criminelen, die zijn gewoon top van de top. Weet je, die raken niet eens wat aan. We maken een rap, we maken een rap. Die is voor de dik, die is voor de oud, die is voor de gek. Moreno Strijder is degene geweest die dan zegt van nou ja, ik werd aangehouden, ik werd opgepakt omdat ik bijvoorbeeld een overval pleegde of een straatroof of een mishandeling. Maar dat was mijn keuze. Wij hebben met de scholen hier in Hodebrecht eigenlijk de hand in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat de buurt, als de kinderen van school naar huis gaan, dat dat een veilige buurt is. In de gevangenis vastgezeten worden zou echt niet leuk vinden.